Hey, kijkers, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Sim City. En ik denk dat ik vandaag meteen even ga beginnen met een evenement. Ik ga denk... Oh, dat was even vreemd. Ik geloof dat we het tweede evenement gewoon oversloegen. Ik denk dat ik voor het rockconcert ga. Ik geloof dat we die de vorige keer bijna helemaal vol hadden en toen echt een heleboel winst maakten. Dus dat ga ik doen. En ik zag net dat... universiteit weer een upgrade heeft, dus ik weet zo even niet niks wat ik wat ik nu wil toevoegen aan de universiteit, zeg maar, want dat kan ik nu met de update erbij, geloof ik. Mensen zijn aan het upgraden, dat is goed. Niet zoveel inkomen per uur, maar wel veel maandelijkse transacties. Het gaat nu ook goed met de processors. We hebben dus nu twee montagebanden voor de processors. Dus ze kunnen twee keer zo snel worden geproduceerd. Dus ja, dat is wel mooi. Want zoals je kunt zien, produceren we met het recyclingcentrum heel veel leging en heel veel plastic. En kunnen we eigenlijk niet zo heel veel processors produceren. Dus misschien kunnen we er even nog eentje toevoegen. Kijk, hoeveel kunnen we er eigenlijk? We kunnen er nog twee bij doen. Zo doe ik er voor nu nog eentje bij. En dan zijn we in het rood per uur. Maar we kunnen nu eigenlijk best in het rood gaan per uur. Omdat we per maand zoveel verdienen. En het lijkt erop dat de waarde van processors een stuk naar beneden is gegaan. Naar 68.000. Dat is jammer. Maar het is alsnog een heleboel geld wat we daarmee kunnen verdienen. Ik zag hier net een klein praatwolkje. Iets met wat met handel te maken had, maar het is nu weg. Ik weet niet wat het was. Oké, ik besloot om even naar de verschillende kaarten te gaan kijken. Met verschillende informatie. En ik vroeg me af of we eigenlijk wel overal bushaltes hebben geplaatst voor scholen. Daar kan misschien nog eentje bij. Want ik heb er... Ja, ik heb ook eigenlijk de laatste tijd helemaal geen nieuwe gebieden met woonwijken erbij gebouwd. Dus... Ja, want dat vergeet ik nog wel eens. Het is altijd goed om even te kijken. Hoe zit het met de bushaltes? Hebben die overal? Nee, hier niet bij de nieuwe industriegebieden. Die willen we wel hebben. Universiteit is erbij in de buurt, maar ik doe er nog wel eentje. En hier beneden... verkeerde kant van de weg. Hier beneden ook nog niet echt genoeg. Iets wat er misschien... binnenkort moeten gaan doen, of misschien deze episode, is een bus busstation. Want we hebben nu gewoon een shuttlebus depot, zo'n klein dingetje. En we willen uiteindelijk deze. En het is niet eens zo heel groot. En ik dacht dat het veel groter was. Het kost wel 750 per uur, maar verdienen ook nu weer wat per uur. Het zou mooi zijn als we het gewoon hier konden doen. Ik wil het wel graag doen. Dus aan het begin van de stad... ik geloof dat we hier ook gewoon alle ruimte hebben om te upgraden. Want als we niet genoeg ruimte zouden hebben, zouden we die rode vierkantjes zien, geloof ik. Dus ja, dat ga ik doen. Hier kunnen dus veel meer bussen bijkopen. En dat ga ik meteen ook even doen. Want kijk, 53 minuten wachten op een bus is belachelijk. Daarom gebruiken misschien ook veel minder mensen de bus. Even kijken, dat zijn drie bussen. Wauw, dus dan hebben we er nu echt al heel veel. En we houden het shuttlebus depot, die houden we er gewoon bij, denk ik. Dan hebben we alleen maar extra bus. Nu hebben we dus 24 plus 12 is 36 bussen. Dus dat zou iets moeten helpen. Met die tijd van 53 minuten, want ja, dat is gewoon veel te veel. En we willen natuurlijk wel dat veel mensen de bus gebruiken, want... Ja, dat is beter voor het verkeer. Ik snap dus nog steeds niet waarom de hoeveelheid inwoners gestegen naar beneden gegaan was. In de vorige episode. Want we hadden toen echt 150.000, maar nu is het nog maar 114.000. En ik weet niet hoe. Dus dat is jammer. Ik wil misschien in deze episode nog wel wat... nieuwe woonwijken toevoegen. En kijk, we hebben nu zoveel ruimte gebruikt voor windmolens. En in de toekomst, als we dat
project eindelijk hebben onderzocht. Het is nu op 60%, dus daar komen binnenkort wel. Als ze dat project voor geavanceerde zonnepanelen eindelijk hebben onderzocht, dan kunnen we dit windmolenpark vervangen door die zonnepanelen. En die zonnepanelen nemen veel minder ruimte in. En kunnen hier misschien nog een deel woonwijken maken. Dus ja, dat is nog een plek. Hier misschien. Ja, ik denk dat waarschijnlijk ook wel weg. En daar misschien. We kunnen dit misschien ook nog zon. Ook al weet ik niet of dit genoeg ruimte is. Voor een groot vet gebouw. Ik weet niet. Het valt te proberen. Het is altijd beter om de grote snelwegen. Dat wou ik niet. Om de grote snelwegen geen zone te geven. Want ja, dan komen daar mensen uit en die verstoppen dan die weg. Zeg maar. Ja, dit is allemaal vol. Die verstoppen dan die weg. Terwijl dit gewoon. Die wegen moeten eigenlijk vooral vrij blijven. Bijvoorbeeld ook hier voor het Expo Center. Ja. Dus ja, het is beter om die wegen vrij te houden, denk ik. Als we een keer een nieuwe stad maken, wil ik ook een. Oh, wacht, we hebben het. Oh, het evenement is net afgelopen. Dus 234.000. Ik weet niet hoeveel. Voor hoeveel. Voor hoeveel, zeg maar, kaartjes verkocht waren. Hoeveel van de 3000 inwoners er waren. Oké, wat is dit? We hebben geld nodig om deze Incorporated te upgraden. Verkoop 1000 aan. Ik weet niet precies wat ze bedoelt. Plaatsen Electronica Incorporated. Wat kunnen we daar eigenlijk mee? Daar heb ik echt niet zoveel mee geëxperimenteerd eigenlijk. Brandprobleem. We hebben nog steeds die gevaarlijke branden. Om dat op te lossen, dan hebben we een betere brandweerkazerne nodig. Ja, kijk, dit is nog steeds 51 minuten. Weet je wat? Ik voeg gewoon alle stations toe die ik kan. Kan ik er echt maar 6? Kijk, er staat dat ik er 8 kan, maar er is gewoon geen ruimte meer. Ik kan ze ook niet daar plaatsen of zo. Waarom kan ik ze daar niet plaatsen? Dat slaat nergens op. Dat is jammer. Ik hoop dat. Wauw. Wat een files. Ik hoop dat. Dat er wel wat meer mensen de bus gaan gebruiken. Want ja, het is er niet voor niks. En het zou enorm helpen met de files. Dus dat is jammer. Waar was ik mee bezig? Oh, misschien kunnen we dat ook even checken. 79%. En alles is een beetje gelijk, weet je. Het is niet dat één groep echt 85% heeft en een andere groep maar 75, zeg maar. Kijk, heel veel mensen gaan naar de universiteit. Dat is goed. Kunnen we dat sneller onderzoeken. We zijn nog op 64%. Dus ja, ik wou het eigenlijk wel deze episode afkrijgen. Nu ben ik helemaal. Oh ja, we wilden. Oh, wat is dit? Oh, afdeling financiën. Kijk, we moeten echt bijna 300.000 inwoners hebben. En ja, dat gaat nog wel even duren. Deze gebouwen kunnen ook nog upgraden op een gegeven moment. Misschien moeten we daar eigenlijk even naar kijken. Ja. Alle mensen zien er heel tevreden uit. Deze mensen hebben waarschijnlijk gewoon te weinig ruimte. Wat nou? Wat nou als we. Ja, ik ga even iets proberen. Ik wil. Het is eigenlijk nooit opgevallen dat deze huizen altijd klein zijn gebleven. Oké. Ik ga nu dus grote veranderingen maken. Ik ga dit hele stuk weghalen. En wauw, zelfs nog een camper staat er. Ik ga dit weghalen. Dat weghalen. Al deze dingen weghalen die er nu staan. Oké, ook die kleine dingetjes. Oké, alles is weg. En, oh, dat ook nog. En hoe zit het hier met de zon? Ja, dit is allemaal, heeft allemaal een zone voor woonwijken. Ik wil dus kijken wat er gebeurt als ik dit zo openlaat, zeg maar. Ik hoop dat er hier 1 of 2 grote flatgebouwen komen in plaats van al die kleine huizen. Want we hebben veel meer aan flatgebouwen. Dus ja, we zullen zien wat er gebeurt. En, oké, tijd weer verder. Hier staat ook een probleem. Aardolie is op. Oké, dat betekent dat ze te weinig plastic hebben. Oké, nu produceren we denk ik te snel. Ja, daar hebben we er weer een. Dat is een gevaarlijke brand die ontploffen. Dus we moeten die goede brandweerkazerne ook een keer bouwen.
Daar is geen plastic. Ja, hier is plastic. Misschien hebben ze alle wagens die ze kunnen. Oh, waarom kan ik. Oké. Okay. Hebben ze alle wagens die ze kunnen hebben? Dit. Ja, oké. Okay. Kijk, bevat een recyclingwagen voor het afleveren van gebruikt plastic, metaal of legeringen bij de gebouwen die ze nodig hebben. En hier kunnen we er niet meer van nemen. Dus ja, ze hebben wel legeringen, maar geen plastic. Waarom brengen ze de plastic niet weg? Ze hebben nu al 800 kratten, maar ik ga er denk ik. Ik ga deze toch maar even sluiten. Want anders gaan ze heel snel door die hoeveelheid materialen heen, zeg maar. Grondstof zijn op, ja, dat komt allemaal goed. Afvalprobleem. Inzamelpunt van leging opslag vol. Ja, ze moeten het sneller naar het handelsdepot vervoeren. Kijk, daar is alle ruimte. En zouden we geen betere weg naar het handelsdepot kunnen maken? Misschien als we deze weg gewoon doortrekken. Als dat kan. Zou mooi zijn als hij. Ja, misschien daar. Je kunt geen weg door geplaatst gebouw. Oh ja, we gaan natuurlijk een beetje door. Hoe heet het? Waterzuiverings iets. Pompinrichting. Oké, okay, ook goed. Misschien kunnen we. Het zou leuk zijn als we een bocht konden maken of zo. Zou wel mooi zijn. Maar ik denk dat het beste is om eerst gewoon een stukje naar voren te gaan. En dan kunnen we misschien een bocht maken. Of wacht. Ik geloof dat dit beter is. Als je deze doet, dan maakt hij. Oh nee. Dan past hij zich helemaal aan wat je met je muis doet. Dat weet ik ook niet. Want dan wordt het een hele vreemde vorm. Oké, dan doe ik dat wel gewoon. Wauw. Dat is echt super lelijk. Oeps. Dat ga ik even weghalen. Serieus hoor. Wauw, oké. Okay. Misschien moet ik maar gewoon een rechte weg doen dan. Misschien is dat makkelijker. Kom op. Oh, kom op. Dit is wel. Het is wel echt vervelend van dit spel. Als je wegen plaatst, dan wordt het land soms heel vreemd aangepast. Ja, goed genoeg, denk ik. Nee, dan heb je hier weer zo'n vreemd heuveltje. Maar ja, maakt niet zoveel uit, denk ik. Wauw, oké. Okay. Dus nu kan het plastic hopelijk beter vervoerd worden. Ze hebben net wat vervoerd, want net was er 800 ton. Dus. Ja, ze hebben nu wel weer wat, maar niet zoveel. Oké, okay, hoe ver zijn we? 72%. Oké, okay, ik ga denk ik nu meteen ook even nog een evenement roosteren. We gaan weer voor het duurste. Kunnen we ook het meeste winst mee krijgen. En ja, hier hebben ze wat leuks mee gedaan. Hier hebben ze een appartement gebouwd. Wordt hopelijk een flatgebouw. En dan kan hier misschien ook nog een flatgebouw. Of hier komt gewoon één groot flatgebouw. Als er niet genoeg ruimte is voor twee. Maar in ieder geval beter dan een paar kleine huisjes. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dit rijtje hier heb gelaten. Want ja, waar staat het eigenlijk op? We kunnen er misschien parken binnen in doen. Oké, er is een vraag naar hoge landwaarden. Dus niet echt naar gemiddelde, maar wel naar hoge. Kunnen we daar wat aan. Oh, misschien kunnen we hier wat huizen bouwen. Kijk, ja, kijk, dit globe die het er daar hebben op dit moment eigenlijk niet zoveel meer aan. Dus misschien kunnen we dat weggaan en hier meer ruimte maken voor huizen. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Oké, okay. Dus die halen we weg. Ja, en dan kunnen we de bushaltes die daar zijn ook meteen weghalen. Die tramhalte en bushalte, oké. Okay. Want het is niet meer nodig dat die bus daar stopt. Zeg maar. Oké, dus nu ga ik denk ik hier gewoon ja verder met het met het rooster eigenlijk voor de huizen. Oké, dus daar heb je dat kleine stukje. Ik ga dit een zone geven en dit. En dan ja, wat zal ik daarmee doen? Ik denk dat ik het gewoon doortrek. Zo. En er is zoveel vraag naar woonwijken en geen vraag voor commercie. Dus
daar doe ik dan ook niks aan. Oké, dus we willen eigenlijk dat hier één groot flatgebouw komt en hier en daar eigenlijk. En het is het beste om het... Kijk, het is meestal slechter voor verkeer dat je iets aan beide kanten van de weg hebt. Dus dan doe ik het steeds aan één kant van de weg. En het... Oh nee, het terrein is hier echt heel erg. Waarom kan ik daar niks doen? Dat is vervelend. Het terrein is misschien gewoon te erg. Nou ja, dan moet ik het maar hier doen. En dan kunnen ze daar hopelijk nog een groot gebouw van maken. Even kijken, hebben we hier nog genoeg ruimte voor een stukje? Ja, maar is het ook genoeg om echt een gebouw... Ja, het is ook heel erg scheef terrein. Dus ik doe maar dat en dan zien we wel wat ze ermee kunnen doen. En als het niet werkt, dan kunnen ze ook weer weghalen. Oké, dus hier een bushalte voor die mensen. En conversie zou nog steeds gewoon goed moeten zijn, want daar was helemaal geen vraag naar. Dus ja. Oh, we moeten natuurlijk ook nog wat normale bushaltes hebben. Daar en daar. Oké, ik zag... Oh kijk, de wachttijd is nu 41 minuten. Dat is dus al beter. Oh nee. Oh nee, dit grote commerciële gebouw is verlaten omdat er geen winkelaars waren. Ik geloof dat dit een gebouw was met een... Ja, het was in het gebied met hoge landwaarde. Dus we moeten meer mensen met een hoge landwaarde. Dus misschien kunnen we daar wat gebieden met een hoge landwaarde maken. Dus ja, dit gebouw heeft gewoon geen winkelaars. Omdat er misschien te weinig mensen zijn met een... die leven op een hoge... met mensen met hoge inkomens eigenlijk. Dus daar moeten we wat aan doen. Er is een grote vraag naar. Ook naar mensen met lage inkomens. Maar kijk, als je zo'n verlaten gebouw ziet, dan... Ja, weet je het zeker. Dat zo'n groot... Als zo'n groot gebouw failliet gaat, zeg maar, want dat is geloof ik wat is gebeurd, dan verdien je heel veel minder aan belasting, want dat gebouw betaalt natuurlijk veel aan belasting. Oké, er is puin. Oh ja, dat was door die grote brand. Je gaat waarschijnlijk meteen nog iets bouwen. Misschien moet het even op pauze zetten dat we eerst deze mensen even een hoge landwaarde kunnen geven. Hopelijk is dat niet al te moeilijk. Kijk, daar is een mooi plekje voor een... wat is dit? Fonteinpark. Dat zou een groot gebied moeten doen. Ja, en hier kunnen we nog wat doen. Misschien wat anders. Middelgrote beeldentuin. Die zorgen in ieder geval voor een wat groter gebied. Zo, yes, yes, dat is het. En hier, yes, yes. Oké, dat is wat we willen. Dat is dus nu helemaal. Heeft nu dus helemaal de hoge landwaarde. Oh nee, er is wat verduistering dus. Er wordt gestolen van ons blijkbaar. Politie. Oh nee, 3 misdaden gepleegd per dag. Arrestaties 8 per dag. Misdadigers te vroeg vrijgelaten. 0 per dag. Oké, dat is tenminste goed. We hebben maar 6 politieauto's, dus daar ga ik meteen wat aan doen. Oh, we kunnen er maar 4. Dus misschien moeten we ook binnenkort een groot politiebureau gaan bouwen. En kijk, alle mensen zijn blij dat ze we kunnen upgraden. Meteen hebben ze hier dus de hoogste landwaarde. Dus dat is mooi. Het verkeer is nog steeds een beetje een drama. Misschien kunnen we het oplossen door hier nog een weg door te trekken. Ook al heb je dan hier wel een kruispunt. En dat kan... Ja, de kruispunten zijn niet altijd goed, zeg maar. En oké, daar is weer iemand aan het bouwen. En ja, je ziet dat we nu veel minder verdienen, omdat we veel minder belasting binnenkrijgen. Omdat we net zo'n groot gebouw hadden kapot gemaakt. En ook net zo'n groot industriegebouw. Dus hier hebben we al een mooi appartement. En ze willen dus al binnenkort gaan. Nou ja, niet binnenkort, maar je ziet dat ze snel stijgen in ieder geval. Dus ik hoop wel dat ze snel gaan upgraden naar een vet gebouw. Oh yes, hier zijn mensen aan het upgraden, dus we verliezen nu echt veel per uur. Dus ik denk ook... Oh yes, bijna uitverkocht. Dus ik denk ook dat we echt evenementen moeten blijven roosteren. Zodat we toch veel geld blijven verdienen. En oké, ik geloof niet dat ze heel veel produceren eigenlijk. Dat de processorfabriek heel veel produceert. Omdat ze zien steeds dat dit heel laag is. Dat is ook best laag, dus... Ik weet niet.
Oh ja, het verkeer was natuurlijk ook wel een beetje door de door het evenement. Oké, dus we gaan dit meteen weer roosteren. En misschien kunnen we dan een keer helemaal uitverkocht krijgen, maar dat weet ik niet. Het was ook al bijna uitverkocht, dus dat is mooi. Oké, 83%. Oké, dat is goed. Nog steeds geen vraag naar commercie? Nee. Kijk, als er zo'n groot gebouw is, dan kunnen daar zoveel winkels in dat ja, daar heel veel mensen kunnen winkelen. En dat er weinig vraag naar commercie zal zijn. Oké, hier heb je wat gebouwen die gaan hopelijk nog groeien, ook al is er niet zoveel ruimte. Zou het genoeg zijn voor nog zo'n gebouw in ieder geval? Oh, iedereen. Huizenzwerver. Oh, dat is best grappig. Iedereen om ons heen gaat dood. Hebben we een gezondheidsprobleem? Eén sterfgeval per dag. 109.000 inwoners. Dus lijkt me geen probleem. Ja, oké. 4% in behandeling. En er kunnen nog 21 bij. Dus dat komt wel goed. We kunnen nog een ambulance toevoegen. Nee, dan gaat dat hele gebouw weg. Dus dat doe ik dan maar even niet. We kunnen ergens nog een kliniek toevoegen. Als geen, ja, kijk, als geen ambulances meer toe kunnen voegen, kunnen we misschien beter een ergens heel ergens anders een nieuwe kliniek toevoegen. Maar dat zien we wel als we echt een probleem krijgen. Want kijk, één sterfgeval per dag is niet vreselijk erg. Ik vraag me eigenlijk af of mensen in SimCity ook dood kunnen gaan door ouderdom. Of dat het alleen kan zijn door ziekte. En dus dat je je. Dat je je. Ziekenhuis niet, zeg maar niet op orde hebt. Hier is een. Het lijkt erop dat er hier altijd een grote verstopping is. Kijk, het is. Ik vind het altijd moeilijk om te denken over dingen die we hier aan kunnen doen. Misschien weten jullie iets. We kunnen misschien zo een weg laten gaan. Ook al weet ik niet of dat zou helpen. Zou er in ieder geval mooi uitzien. Ja, zo. Oké. Dus kunnen mensen daar. Tenminste ook een beetje omheen. Dus dan heb je nog een manier om daar te komen. Dan hoef je niet allemaal daar te gaan. Dus we zullen zien of dat helpt. Ik weet het eigenlijk echt niet. Oh ja, dit zag je dus eerder. Wat is er aan de hand? Oké, we kunnen Handel Incorporated plaatsen. Dit was geloof ik ook al wat. Oh nee, Electronica Incorporated. Oké, dat hebben we blijkbaar behaald. Kregen we daar geld voor? Ik weet niet. Plaatsen in Electronica Incorporated. Dus schrijven. Kijken wat dat precies is, want ik weet eigenlijk niet. Ja, oké, het is een gebouw. Maar ik geloof dat je dan een grotere fabriek kan maken. Dus kijk, consumenten elektronica kan je tv's en computers maken, geloof ik. Oké, dus je moet een afdeling consumenten elektronica van een elektronica incorporated die actief is in de regio. Dus ze moeten dan eerst dat bouwen. Kost allemaal een heleboel geld. En ik weet niet eens of we genoeg legeringen en plastic produceren om genoeg processors daarvoor te maken, want kijk, vandaag 4000 kattenprocessors verzorgd. Ja, ik weet niet hoeveel, of we wel genoeg processors zouden kunnen maken en ja, of we daar wel genoeg materialen voor hebben. Dus we zullen ook een beetje zien of deze weg helpt met het verkeer wat uit het expocenter komt. Ja, zoals je kunt zien is hij bijna uitverkocht. Ja, het gaat wel snel hoor, misschien halen we het nog. Maar hij begint al over een uur of zo. Dus ik weet niet. Ja. Kom op de laatste kaartjes. En het moet nu wel uitverkocht zijn, toch? Hey, 20 minuten. Oké, 5 minuten. En wauw. Wauw. Oh, oké, toch nog 3000. Ik dacht even, ga toch niet op 2999 hangen. Oh yes, 94% onderzocht. Dus dat kunnen we bijna doen. Ja, dus ik weet niet zeker of ik dit op dit moment wil doen. Wauw, wat een hoog gebouw. En nee, dit is niet goed. Dit is nog een. Kijk, dit is nog een commercieel gebouw, maar ik denk dat ik. Ja, sorry gebouw. Maar ik ga dit een woonwijk maken. Want we hebben. Er is zo'n grote vraag naar woonwijken dat en zo weinig naar commercie dat dat gebouw echt helemaal niet nodig is. Deze weg is scheef, zie ik nu. Ga ik misschien even aanpassen. Zo. En hij is nog steeds scheef. En kijk, er begint meteen al iemand te bouwen.
En daar hebben we dan hopelijk iets aan, want ja, er is wel. Wauw, dit is echt. Zijn echt een stelletje scheve wegen. Dat is ook scheef. Oh yes, iemand bouwt een groter gebouw. En kijk, deze weg is eigenlijk niet nodig. Dus ja, het land is hier helemaal verpest. Daar is één klein gebouwtje, ja. Als het terrein zo vervelend is, dan kunnen we misschien niet zoveel met een gebied. Oké, dus dit is goed. Dit wordt een groot flat gebouw. Ja, het verkeer ziet er eigenlijk beter uit. Ook al weet ik niet of dit echt ook het ergste uur is, zeg maar. Veel mensen komen wel van het expocentrum, maar misschien is het ergste uur, zeg maar, net al geweest. Kijk, dit is dus een gebouw met mensen met hoge inkomens. En dat is nou juist wat deze winkel nodig had. Overstuur dat er geen vrachten kwamen. Oh ja, oh, er is ook een vraag naar industrie. Misschien dit nog even zonder geven. Zo. Daar past nog net wel iets tussen, geloof ik. En als ja. Ik geloof dat ze nog net kunnen upgraden. Als ze niet genoeg ruimte hebben, kunnen we deze weg een beetje verplaatsen. Hoop ik. Misschien kunnen we uiteindelijk dit windmolenpark ook weghalen. En ja, dan hebben we ook wat meer ruimte. Oké, ik denk dat ik om deze episode af te sluiten nog even één groot ding wil doen. En ik weet niet zeker hoe dit gaat werken. Oh nee, 74%. Er gaan steeds mensen dood, veel ongelukken. Oh, dat was het niet. Dat was niet wat ik bedoelde. Ik snap het niet. Er zijn maar 12 mensen. Er worden maar 12 mensen behandeld. En van de 25. Dus zouden ze dan niet allemaal opgepakt worden? Of wat is het probleem? Even zoeken naar de kaart. Ik moet altijd zoeken naar deze kaarten. Verontreiniging. Windkaart. Ik zoek naar de luchtvervuilingkaart, denk ik. Alleen hier bij de industrie, maar dat doet niks bij de woonwijken. Wat kan het zijn? Brandgevaarkaart. Oh, eigenlijk is brandgevaar nog een beetje hoog. Sommige gebouwen. Dus wat zou het zijn? Niet iedereen is gelukkig. Hier is weer een probleem. Grondstoffen zijn op. Alweer. Dus we produceren te snel. En het recyclingcentrum. Nou, ze hebben wel genoeg materialen, maar ze worden gewoon niet bezorgd. Dat is het oude probleem. Oké, hier kunnen ook nog eentje roosteren. Dus ik hoop. Misschien als we gewoon zo'n groot ziekenhuis bouwen, lost dat het op. Maar dat is wel vervelend. Dat ons waarderingscijfer echt naar beneden brengt. Maar het lijkt nu alweer wat beter. Maar ik wil nu eens even naar toerisme gaan. Want ja, het is toch een toeristenstad. Ook al doen we er niet zo heel veel aan. Ik wil dus een nieuw monument bouwen. En dat wordt waarschijnlijk heel duur. Ik heb een keer in een stad van mij het Empire State Building gebouwd. En daar kan je heel veel winst mee krijgen. Kost ook wel 575.000. Maar ik wil even kijken wat we allemaal hebben. Kijk, je ziet een gemiddelde aantrekkingskracht. Wauw. Dat is echt. Het is zo'n hard geluid. Ik denk dat we echt wel dat goede brandweerstation moeten bouwen. Misschien doe ik dat eerst even. Dan bouwen we dat monument wel in de volgende episode. Oké, brandweer. Oh nee, kunnen we dat überhaupt doen? Ik geloof het niet. Nee. Afdeling veiligheid nodig. Die kunnen we niet bouwen. We kunnen een afdeling misschien weghalen. Ook al weet ik niet of dat kan. Oké, vervoer, transport. Toerisme. Openbare voorzieningen. Oké, ik denk dat we vervoer en transport het minst nodig hebben. Wat zou dat doen? Ik weet niet zeker wat er gebeurt als ze dat uitdoen. Maar ik moet het dus slopen om dat te bouwen. Om afdeling veiligheid te bouwen. Dus even wachten. Hopelijk werkt dit. Werkt het überhaupt? Nee, gaan we toch niet vertellen dat het niet werkt? Oh nee. We kunnen nu alleen nog maar vervoer en transport. Wauw, kom op. Het busstation functioneert nog, dus ik geloof niet dat het uitmaakt. Gemiddelde wachttijd 86 minuten.
Oh nee, kijk, gesloten afdeling vervoer en transport. Dit is echt heel erg. Ja, dit is echt heel erg, want nu blijven dus die branden krijgen en die gevaarlijke branden krijgen, geloof ik. En die kunnen we niet blussen met een normale brandweerwagen. Dus dat is een probleem. En dan kunnen we nu dus niks aan doen omdat we de afdeling bij het stadhuis niet hebben om een betere brandweerkazerne te bouwen. Oké, maar dat was alweer alles voor deze episode. In de volgende episode wil ik zeker nog een monument bouwen voor toeristen. Dus misschien wil ik het Empire State Building bouwen en mensen betalen geld om het te bekijken en daar kunnen we ook weer wat aan verdienen. En daardoor krijgen we ook meer toeristen, dat is ook goed. Maar ja, dat was alles voor nu. Tot de volgende episode.